Radboud Internationaal Toernooi, dat is een combinatie van topsport met breedtesport. Dus dat zit er maar in dat we ook jeugdwedstrijden erbij organiseren. En dan die topsportwedstrijden die we ook op een NK gewend zijn. Internationale rijders komen er ook op af. Dus als het ware bijna richting een Europese wedstrijden. Jij hebt net gereden, hè? Hoe ging het? Goed. Wat voor tijd had je? 18. En wat vind je zo leuk aan het skileren? Met wedstrijd rijden. Ja. Hoe gaan de wedstrijden vandaag? Goed. Waar komen jullie vandaan? België. Uit België? Ja. En wat komen jullie dit weekend hier allemaal doen? Een beetje skileren en wedstrijden doen. Well, we're here because it's fun competition. And we've been here a couple times before. And we really enjoy the competition as a whole. We hebben al 100 meter gereden. Gisteren hebben we ook 5 ronden gedaan en vliegend 1,5. En hoe is de sfeer hier in Nederland? Superleuk. Hier zit wel het talent van Nederland tussen. Vanuit buitenland zie je natuurlijk ook de betere rijders hier naartoe. Dus dan kan je ook een beetje sparren van je gaat het Europees doorkomen. Maar dat zit wel goed. We hebben zoveel gevulde pelotonnen. How big is the sport in Denmark? It's definitely growing. It was quite big like 5-10 years ago. Then it became slightly smaller and now it's slightly growing again. We have small initiatives with Danish Roller Cup and 3 national championships every year, so it is definitely growing. Wat hoop jij later als je groter bent te worden? Wereldkampioen skileren. Wereldkampioen skileren. En ik wil de allersnelste van de hele wereld worden. De allersnelste van de hele wereld? Ja. De beste van de wereld met schaatsen. Heb jij een favoriete schaatser of een idool? Ja. En wie is dat? Irene. Irene Schouten, en waarom? Omdat ze goed is. Ja, ze is Olympisch kampioen geworden, hè? Meerdere keren. Zou jij dat ook willen? Ja. Jij organiseert dit samen met jouw broer, maar jullie moeten zelf tussendoor ook nog inline skaten. Is het allemaal wel te combineren, zo'n druk weekend? Organiseren, zelf skileren? We staan er heel flexibel in zelf. Tussendoor het een en ander regelen en dan toch nog even die focus bewaren. Om eventjes in actie te komen en ook serieus nog wel acties te maken. Ja, het was een spannende finish, hè, tussen jullie. Ja, ja. Helaas had Kai gewonnen. Het scheelt dat dan niet veel. Ik probeerde nog een inhaalactie, maar het mocht niet baten, want hij hield me nog net aan de zijkant eraf. Maar ik had wel genoten. Ja, vandaag was een prachtige dag. Het was genieten langs de baan. Die jeugd had heel veel schik met elkaar. Always a highlight to be here in Radboud. And we really enjoyed all of us.